Tijd voor het beursnieuws hier in Z2D. En daarvoor schakelen we naar Beursplein 5. Daar staat onze beurscommentator Hans de Geus. Vers gekapt. Hans, wat ging er mis vandaag? Mocht niet baten. Ja, nou ja, in ieder geval, de koersen gingen hard omlaag. Dat zie je achter me. 2% lager, onder de 420, net boven de 420 punten gesloten. Met flinke klappers, hoor. De grondstoffenbedrijven hadden het weer zwaar. ArcelorMittal ruim 5% omlaag. Je weet, daar komt misschien zelfs een emissie aan, want ze gaan hun bankconvenanten misschien niet halen. Maar ook Shell weer 4% lager. De olieprijs ging weer omlaag. Maar ook de banken, dat is interessant. ING en ABN AMRO allebei 5% eraf. ING staat weer onder een tientje. Dus wat dat betreft meerdere sectoren die het zwaar hadden vandaag. Maar hoe kan het dat die banken omlaag gingen dan? Dat is twee oorzaken, denk ik. Ten eerste, er is toch steeds meer angst dat de economie echt vertraagt. Nou, daar hebben banken het niet makkelijk, want dat betekent dat kredieten sneller zuur worden. Dat betekent dat het moeilijker wordt om geld te verdienen. Maar ook de rente, gaan we straks nog even naar kijken, maar de steeds lagere rente maakt het voor hen moeilijker om geld te verdienen. Okay. Dus dat is het eventjes. Ik wil nu even meteen over die rente hebben. Kan dat? Want die rente is ook opvallen. Die gaat ook. We denken steeds, die rente kan niet lager, maar dat gebeurt nu ook weer, hè? Ja, het is ongelooflijk hard gegaan. In Amerika daalt hij hard, maar in Duitsland is hij nog veel lager geworden. Kijk maar even. Duitsland is vandaag naar 0,3 gegaan op 10 jaar. Dus als je voor 10 jaar je geld uitleent aan de Duitse overheid, krijg je 0,3%. Amerika zit er wat boven met 1,9%, maar is ook vandaag weer heel hard gedaald. En je ziet weer de beweging. Mensen vluchten toch een beetje in obligaties uit aandelen, zoeken de veiligheid op. En ja, ondanks die lage rente beleggen daar hun geld in. Ja. Hoe kan het dat die rente zo laag is? Hoe kan het dat sparen niks meer oplevert? Nou, ik vond het wel grappig waar jullie het net over hadden. Met die bedrijven die 1900 miljard aan het sparen zijn, wat ze dus niet investeren. Ja, dat is toch iets wat je overal ziet in de westerse wereld met de vergrijzing. Maar nu zelfs langzamerhand ook in China. Is dat er steeds minder geïnvesteerd wordt. Nou, wat zie je dus? Mensen zijn thuis aan het sparen, want ze zijn bang voor de toekomst. Ze halen hun spaardoelen niet. Dus ondanks de lage rente gaan we eigenlijk alleen maar meer sparen. Dus huishoudens, bedrijven zijn aan het sparen. Daar hadden we het net over. Die investeren niet. Overheden moeten soms sparen. Bijvoorbeeld wij van onze begrotingsregels. Wij moeten soms bezuinigen als we tekort hebben. Ja, als iedereen tegelijk aan het sparen is, dan worden we eigenlijk met z'n allen armer. Want wat iemand niet uitgeeft, verdient de ander niet. Nou, dat betekent dat de bedrijven in de toekomst, en dat is denk ik de reden ook waarom die bedrijven zo weinig investeren, is omdat zij die vraag niet zien. Waarom zou je nieuwe fabrieken bouwen als jij denkt dat de mensen niet meer koopkracht, niet meer te besteden hebben als iedereen aan het bezuinigen is? Dus we zitten wat dat betreft een beetje vicieuze cirkel. Wat precies de oorzaak is moeilijk. Het heeft met vergrijzing te maken. Maar die lage rente, ja, dat is daar een enorme uiting van. Echt een manifestatie van die dalende investeringszin die we zien. Hans de Geus op de beurs, dankjewel voor je.